Paul. Nee, ja? Ik ken het niet meer bij. Jawel. Nou, GSA is een zwemvereniging, waterpolenvereniging en schoonspringvereniging die zich specifiek richt op homo's. Maar ook iedereen die homovriendelijk is of vindt dat hij is, mag ook mee. Speelt GSA met een speciaal systeem? GSA bestaat nu iets van een jaar of ruim 15 jaar. En het GSA waterpolo bestaat 12,5 jaar. En het schoonspringen bestaat net een jaar. Zijn net met... Wie zijn onze grootste concurrenten? Hollywood? Gaan we een beetje naar Nederland komen. Ja. We gaan in Denemarken gaan we weer vergaan. De Denemarken zijn de Outgames. We hebben in het verleden ook in Sydney in 2002 een groot internationaal gay games gespeeld. In Montreal de Outgames gespeeld. Volgend jaar is in Keulen weer de gay games. Dus we proberen zoveel mogelijk medailles te verzamelen. En toernooi te spelen medailles te verzamelen. En ik denk dat we in Kopenhagen een goede kans hebben. Hard en vals. Als je kunnen spelen, spelen ze vals. Ja, Amerika is de definitie naar. Dus ja, ook in de laatste podium. Nee, mee eens. Ben ik mee eens. Ik hoop dat ze dit niet uit. Knippen we er niet uit. Ondertitelen ook nog even. In het Engels. Je slechte punt? De korte paas. De korte paas. De korte paas. Wat is jouw sterkste waterpolopunt? Altijd flubbelballetjes erin flubbelen. De flubbelbal? Ja. Wat is jouw sterke punt? Ja, ik hou er net wat voor mezelf te zeggen, maar ik ga wel achterleggen, is dat goed? Ja hoor, natuurlijk. Verdedigend ligt dat. Ja, wat is jouw sterkste keeperspunt? Heel vaak te laat komen. En wat is je zwakke punt? Ja, jij bent een beetje onze spits toch? Eigenlijk, ons middenvoor. Ja, ik ga de kaart trainen nu ervoor. Ja? Gooi de schouders al los. Ja, ik zie het. Ja, die zit vrij los.
Nou, mijn sterke punt is mijn extreem hoge ego. En dat is tevens ook mijn zwakke punt. Keiharde schot. Paul, wat is mijn zwakke punt dan weer? Wat is zijn zwakke punt? Hij heeft geen zwakke punt. Hij heeft geen zwakke punt in? Nee? Nee, het water niet. In bed ken ik hem nog. En wat wil je weten van me dan? Nou, je sterke wapenpoot. Remia is geil en goed. Nou, kijk, of ik niet zeg. Ik denk dat het zo is. Ik ben de beste wissel. Je bent de beste, je bent ja, de beste wissel. De beste. Ja. Dat is duidelijk, hè? Ja, het is eigenlijk gewoon rechtsaf, linksaf, rechtsaf. En dan zijn we kijk. We gaan Sander even oppikken natuurlijk. Die maar Diemen. Mooi. Mooi man. Nou, dat was het weer. Jammer. Soest is een belangrijke plek trouwens. Daar komen we langs. Pakken we bij Enschede, bij Bentheim gaan we de grens over. Dan komen we Duitsland in en dan gaan we natuurlijk gelijk regenen. Bij Osnabrück linksaf. Linksaf, oké. Amsterdam, het is ongelooflijk. Je hebt verkeerd gereden. Hamburg wordt een probleem hoor. Hamburg wordt een moeilijkheid. Ja. Dan komen we uit op pagina 122. Het is wel een verrassing, maar dat er is. Bij Flensburg gaan we denken wat door. Wordt wat deentje langs de kant van de weg. We gaan niet met de boot. Nee, de boot is te duur voor ons. Dit is een leuk stuk, want hier gaan we over allemaal hele enorme bruggen. Ja, dat is heel leuk. Maar dit is wel de brug naar Odessa. Het is gewoon. Zo, wat staat daar? Kurbenhaven. Dat vind ik een slecht huis. Paulus zit er echt een beetje doorheen. Ja, ik zit er ook doorheen. Het jeugdig enthousiasme, waar is dat gebleven bij jullie? Dat hebben we even achterin gezet. We hebben het hotel gevonden. We hebben het getraceerd. We moeten nu alleen de juiste weg vinden. Ik zag dat niks met de O2 verder. Of ja, wel rechtdoor en naar links kon je met de O2. Ja, we hebben dacht dus van de... Weet ik niet. Onze theeleutjes, weer lekker aan de koffie. Ja. Nee, hij is veel te grootje. Ik hoop je daar weer mee de hele dag. Je mag eerst tekenen. Nu de 24ste. You want to check in? Yes. Thank you very much. Even kijken. En dat is gewoon bekend? Dit is oké, door nou, weet je. Is dit typerend gedrag voor de kikker? Ja, dit is typerend gedrag voor de kikker. Zeker in deze tijd van het jaar. Ja? Ja, in deze tijd van het jaar doen de kikkers vooral... Is het een soort van paringsritueel? Hij is een beetje laat. Eigenlijk moet het in het voorjaar. Het is een late kikker. Nu ga ik proberen dat tweede gedeelte mee te pikken. Kijk, zie je? Ik hoor wel wat. Ja, dat is... Ik hoop dat een meisjeskikker reageert, maar... De deur gaat niet open. En er ligt naast ook niks. En dat bed ook niet. Oh. Nou, dat is de kikker. Dat was hem? Het is toch leuk om even mee te pikken. Dat was het? Ja, dat was de kikker. Oké. Thank you.
eigenlijk. Kan ik hem goed hebben. Zo is hij best leuk om erbij te zijn. Zo is hij best leuk. Thank you.
Heel even. Ga je denk? Ja. Joh. Nee. Ik zeg niet dat ik het zeg. Tak. Oh ja, tak. Bedankt. Bedankt. Thomas! Ja, wij bronzen. Wij hebben brons. Ja? Ja, wij hebben brons. Serieus? Ja, echt brons. Ja, door. Ja, echt. Zo, dat is nog wel netjes. Ja, ja. Dat had je niet gedacht. Nee, nee. Denia. Denia. Hallo, Hilco. Lig je lekker te slapen? Ja, ik liep me natuurlijk enorm te concentreren op de wedstrijd, hè. Ja. Hey, ik zie altijd een broodje met een broodje binnenkomen. Ja, dat is gek een verhaal. Dat hoort eerst part of the ritual. Ja. Nou, ik voorspel dat jij man of the match gaat worden. Als ik dat broodje ga halen, dan wel, ja. Ja? Wow! Ja, we hebben allemaal een beetje nerveus het water ingegaan. Ja. Dus, maar het komt wel goed. Ja, joh, laten we die oude lul langer op de kant zitten. We kunnen eindelijk kunnen we die Amerikanen eens een lesje leren. En dat gaan we doen ook. Ja, dat vind je fijn, hè? Dat vind ik fijn. Volgens mij heb je daar nog een ander filmpje van. Ja, daar hebben we nog wat materiaal van. Engels ondertiteld, geloof ik. Ja, maar dat doen we nu niet, hoor. Ondertitelen nu in Deens. Maar het wordt een makkie, joh. Geen pop. En van wie verwacht je het meest in de wedstrijd? Van Michiel. We moeten het zo doen dat die bal er niet eens kan komen. Als we dat doen, dan is dat gevaar weg en dan hebben ze alleen die 10 nog. Het is een beetje een egotripper, maar daar moeten we wel voor oppassen. Een beetje ingewikkeld of zo, die grote mannen, maar goed. Dat hoort erbij. Dat zijn die vroeger nooit. Nee. Dat is echt nieuw, hoor. Ik moet mijn man bellen. Ja. Ja. Hij is veranderd, hè? Ja, hij is veranderd. Maar best leuk. Ja. Terecht. Nou, ja, dat sowieso. Ja. Maar dat was het al van tevoren. Echt geen nagels meer over. Ah, nee. Het is echt helemaal... Ja, echt... je ziet het. Ja, nee, het was echt verschrikkelijk spannend. Echt verschrikkelijk spannend. Je bent wereldkampioen, man. Ja, ik kan er niet over rijden. Ja, helemaal emotioneel over. Ja? Ja. Ja. Ja, op mijn leeftijd zou ik nog wat mee te mogen maken. Nou, hè? Ja. We hebben gewonnen. Yes, we're world champion. We're world champion today. We love you then, Mike.
we do. Dat is allemaal tegelijk, hè? Het is geen. Also on the faces of people going by.